moet hij, ja, hij moet gewoon, hij heeft ook zijn burgers staan leren. Ja. Stel dat hij zijn burgers op laat blijft staan, dan is hij, nee? Nee, dan is het gewoon dat hij krijgt daar gewoon niks, hij krijgt aardeboom op zijn burgers. Maar als hij dan weer, is weer weggaat, ja? Dan is hij... Dat doet hij nog. Misschien verkeerd, niet als de burgers op zouden blijven. Dat is zo vergeten zakken. Ja, dat is ook zo, maar dan praten we nu over een incident. Maar hij heeft dat gistermiddag de hele middag met verschillende wasbeurten gehad. Ja, nee, dat is het. Kijk, maar het incident zijn. Want de beeldvorming, het klopt wel, want dat is voor mij ook wel zo. Soms dan heb je een situatie, dan heeft de machinist een verkeerde keuze gemaakt. Ja, okay. Dus dan kies je voor een ICM terwijl hij met het IRM rijdt. Ja, en dan heb je ook, en dan valt hij in storing, maar dan zien ze wel, want dan heeft de machinist ook wel aan. Ja, dan is het niet dat er dan wat gebeurt, maar dan valt hij in storing, dan moet hij er naartoe. Ja, ja. Maar spanning aderijn, dat komt alleen maar voor dat hij tussentijds onderbreekt. Ja. Maar of hij nu de burgers op laat staan of niet, hij doet dat automatisch, dat is afgesproken. En waarom? Stel op een gegeven moment, er zit een condensatorenboom in, dat hij niet goed omlaag wordt. En dan hoor je barks, want hij ontlaat dan direct, hè, met dat jullie aarde, ja. Dan ligt het, dan ontlaat hij direct. Ja, ja. Jullie hebben dat veel storing aan, dat is het wordt nu gelukkig weer binnen, een hele periode is er wat minder onderhoud gepleegd, wat minder controles, omdat het een... Ja, niet wist waar het naartoe ging, dat heb ik ook gezegd, ja, als wij niet terugkrijgen, waar maken wij ons druk voor? Ja. Op zich geen goede instelling, dat zeg ik er altijd bij, maar dat gebeurt. En iedereen zegt dat niet op het moment. Ja. Ja.